Dus plus 4570 is 5051 euro tot nu toe aan skins. Jongere mensen, super leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesTrue. In deze video, jongens, gaan we een keer met je wat anders doen dan normaal. En het is wel Fortnite natuurlijk, want ja, Fortnite is de shit natuurlijk. We gaan vandaag even een kijkje nemen in mijn locker, in mijn wins. En gewoon eigenlijk zien hoeveel mijn account eigenlijk ongeveer waard kan zijn. Best wel lang geleden waren er best wel veel dingen gaan van accounts verkopen. Dat helemaal de shit was op Marktplaats. Of weet ik veel wat voor gare size, ook in het buitenland natuurlijk. En daar zag je wel altijd gewoon accounts die verkocht werden, bijvoorbeeld met een paar schooltroepen of een Renegade Raider. En eigenlijk die accounts hadden alleen die skins. En die werden al voor bijvoorbeeld $4000 of 3000, echt mokerhoge bedragen verkocht. En toen zat ik zo te denken, maar mijn account heeft superveel rare skins. Maar ook nog eens knijten veel wins, plays, levels, van alle soorten dingen waar je eigenlijk gewoon voor moet grinden. Waar je ook een beetje gewoon goed moet kunnen spelen om dat te behalen. En toen dacht ik van, als die account zou voor €4000 verkocht kunnen worden, of dollar, wat dan ook. Hoeveel geld zou mijn account wel ongeveer waard zijn? Dat gaan we dus checken. We gaan dus gewoon gelijk naar mijn locker toe. We gaan gewoon alle skins checken die ik heb. En we gaan het gewoon een beetje soort van schatten van hoeveel bijvoorbeeld de skins die je gewoon normaal in de itemshop kan kopen, hoeveel ze bij elkaar opgeteld waard kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een rare skin, ik zal het wel even laten zien. Ga even naar mijn locker. Bijvoorbeeld een gouden skin is meestal 2000 V-bucks, staat gelijk aan 20 euro, zeg maar. En bijvoorbeeld een blauwe skin is 1200 V-bucks, dus dat doen we dan even 12 euro. Je kan niet zeg maar 12 euro aan V-bucks toevoegen, maar 1200 V-bucks staat eigenlijk gelijk aan 12 euro. Zo gaan we het ongeveer schatten. Zo kunnen we het hopelijk uitrekenen hoeveel geld eigenlijk bijvoorbeeld alle legendary skins bij elkaar zijn. En ga zo maar door. Dus laat het gewoon checken. Laat het gewoon gelijk. In de locker zitten we dus nu. We gaan gewoon alles checken. Dus let's fucking go. Trouwens jongens, voordat de video eigenlijk echt begint jongens, kunnen jullie mijn supporter creator code GamesReal-YT gebruiken in iShop. Zou super dope zijn. Om de 2 weken wordt hij gereset. Dus als je hem daarna nog een keer weer invult, zal het super dope zijn. Dan gaat hij weer 2 weken natuurlijk, gebruik je hem. En als je een dingetje koopt in de iShop met mijn code, stuur dan even een DM'tje naar mij met een foto van dat je iets hebt gekocht. En dan krijg jij een shout-out in mijn Instagram stories. En ik wil het ook in de video's gaan doen. Dus ik ga gewoon zoveel mogelijk verzamelen van jullie. En dan kom je wie weet wel een keer in de video. Dus laten we maar gewoon beginnen. Let's go naar de locker. Oké, jongens, we zijn dus nu bij mijn locker aangekomen. En ik denk dat ik gewoon gelijk bij mijn skins ga beginnen. Ik heb hier de favorite skins geselecteerd. Dus die moeten we even een soort van apart meerekenen. Laten we sowieso alvast een... ik ga wel een soort van counter in beeld gooien van hoeveel geld we eigenlijk zitten. Zodat we ongeveer een eindbedrag hebben aan het einde van de video. En laten we maar gewoon beginnen met de iconic skin. Deze skin is natuurlijk best wel duur. Eigenlijk is die mokertje duur. Natuurlijk voor mij was hij gratis. Maar als het berekenen van hoeveel die waard kan zijn, is het €1000 natuurlijk. De telefoon, volgens mij was het Samsung S10 of zo, ik weet het niet eens. Kon je deze skin dus krijgen en die is €1000, die telefoon. Dus onze account is sowieso al €1000 waard, alleen met deze skin, besef. Natuurlijk, ja, ik weet niet of iemand €1000 echt voor neer zou leggen om dit account te krijgen met deze skin. Zal wel dom zijn, maar dat is die dus waard. Dus we zitten al op €1000, dus de account gaat nu in. €1000 met één skin al. Nou, dat is al een goed begin, toch? Dat zeg ik je wel eerlijk. Oké, ik heb natuurlijk heel wat legendary skins. En ik denk dat ik er even gewoon doorheen ga spoelen en gewoon alle skins bij elkaar optel. Ik zal mijn telefoon er wel bijhouden met een rekenmachine van, yo, hoeveel skins we hebben. Dat dan een keer 2004 bucks, snap je? Dus zo gaan we het doen. Rekenmachine staat klaar. Oké, we gaan dus tellen hoeveel legendary skins ik heb. Ik moet wel, bijvoorbeeld de Omega skin is geen gekochte skin. Het is een Battle Pass skin, dus die moet ik er wel uitzien te vissen dat eigenlijk geen waarde heeft. Oké, laten we maar gewoon beginnen. 1, 2, die... ...26, 27 legendary skins. Oké, dat doen we dus even zien. Ik weet niet hoor, ik zal zo wat showen. 27 keer 2... of keer €20 moeten we het eigenlijk doen. Want dan komen we op het geldbedrag. Is Paul. €540 aan alleen legendary skins. Oké, €540, die moeten we even onthouden. Dus dat zijn dus alle gouden skins die niet uit de Battle Pass komen bij elkaar qua waarde, qua V-Bucks. Dat is op zich wel een goed bedrag. €540, ik ga het heel even opslaan in mijn notities.
Alright. Dan gaan we dus nu door naar de paarse skins. En de paarse skins natuurlijk ook weer. Dan moet ik ook even weer filteren van welke komt uit de Battle Pass. Welke is dus niet geld waard. Dus laten we gewoon weer opnieuw proberen. Even zien. Dan moeten we gewoon weer gaan tellen. Let's go. 1, 2... ...35 paarse skins. Paarse skins zijn volgens mij 1500 V-bucks, dacht ik, meestal. Dus dat doen we even zien. 15... nee, dat moeten we even zien. Dat is 15 euro keer 34. 15 keer 34 is 510 euro aan paarse skins. Plus nog eens de 540 is dus al 1050 euro aan skins... Paars en Legendary. 1050. Dat is veel. Plus nog de Iconic skin. Zitten we dus al op 2000. Ik ga het even bij optellen. Oké, 510. Oké, ik heb dus nu al twee bedragjes onder elkaar gezet. Die we dus hebben qua skins. Nu moeten we even de blauwe en de groene skins nog. En daarna zijn we klaar. Daar heb ik niet heel veel van. Dus dit is zo gedaan. Even zien. Alright. 1, 2... ...32 blauwe skins. Oké, dat is dus 32 keer... Hoeveel V-bucks is deze? 1200, dus 12 euro laten we zeggen. Hoppakee, is 384 euro er alweer bij op. Dus even zien, 384 euro erbij op. Hoppakee, nu de groene skins alleen nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Even naar boven scrollen, 16, 17... blauwe, of een groene skins. 17 groene skins en die zijn meestal 8 euro. 17 keer 8, doen we even een keer. 17 keer 8 is 136 euro er nog eens bij op. 136 euro. Oké, al mijn skins, zeg maar, die je kan kopen in de IT Shop, is bij elkaar 1570 euro waard aan V-bucks. Plus nog de Iconic skin zit je dus op 2570 euro aan skins die je kan kopen. Dat is een behoorlijk bedrag. En nu komen we zeg maar op een dingetje wat ik lastig vind om een prijskaartje aan te hangen. Je kan er een beetje aan gokken, maar het is niet zeker hoeveel geld het waard is. En daarom heb ik het natuurlijk over de Renegade Raider skin. En natuurlijk even zoeken de paarse schooltrooper. Hoeveel zou die waard zijn? Laat het achter in de comments hoeveel jullie de Renegade Raider en de paarse schooltrooper bij elkaar waard vinden qua bedrag geld. Ik zal zeggen... er zijn accounts met bijvoorbeeld alleen de paarse schooltrooper of alleen de Renegade Raider al die over duizenden euro's gaan. Dat slaat nergens op. En dan heeft het account niet eens veel winst of wat dan ook. Het gaat echt om die skin. Dus ja, ik durf geen prijs aan te hangen. Maar als je een beetje vergelijkt met hoeveel de accounts zijn verkocht vroeger met deze skins. Misschien wordt het nog steeds wel verkocht. Laat toch gewoon zeggen 1000 euro per skin. Het is natuurlijk een insane bedrag. Ik zou het nooit ervoor neerleggen voor een account. Doe het ook niet. Je kan echt gescamd worden. Don't do it. Maar laten we zeggen 1000 euro. Omdat deze skins natuurlijk super rare zijn. De paarse schooltrooper en de Renegade Raider. Dus dat houdt dus in. Dan gaan we gewoon even een rekensommetje maken. Dat we nog 2000 euro op de 2570 euro gaan doen. Dus 2570 plus 2000 euro is 4570 euro. Dat is natuurlijk een soort gokje. Ik weet gewoon niet hoeveel ze waard zijn. En ja, er hangt dus geen prijs aan qua V-bucks. Ze waren net zoals alle andere blauwe skins. En de schooltrooper is trouwens paars volgens mij. Ja, paars skin. Gewoon 1500 V-bucks. Zelfs de schooltrooper was 1200 V-bucks. Dat was nog helemaal raar. Maar de Renegade Raider was ook 1200 V-bucks. En ja, dat ze nu zoveel geld waard zijn. Omdat ze natuurlijk super rare zijn. Is super insane. En ik vind het ook super sick dat ik ze natuurlijk heb op mijn account. Maar we zitten dus op 4570 euro als we de Renegade Raider en Schooltrooper meetellen voor 1000 euro. En dat is misschien nog zelfs laag voor accounts die verkocht worden met deze skins. Dat is insane. Alright, dat zijn dus alle poppetjes. Natuurlijk de backblinks. Ik kan ze ook allemaal langs gaan. Maar dit zijn alle backblinks die je eigenlijk gewoon bij de skin zelf krijgt. Dus dit zit er allemaal inbegrepen bij de... bij het bedrag wat we net hebben gehad. Dus ik zal er even doorheen scrollen, zodat jullie op pauze kunnen zetten. Deze is natuurlijk wel rare. Dus de paarse schooltrooper backpack. Ik weet niet of die dus ook een prijs erbij krijgt. Want deze
Ja, I don't know. Ik vind het soms best wel lastig om er een prijs aan te smijten. Maar het is in ieder geval een super rare pick, backbling. Natuurlijk de pickaxes. Helaas zijn de candy axe en natuurlijk de Zeiss, de Reaper, teruggekomen. Anders kon ik die ook nog mee rekenen qua rarity. Voor de rest heb ik geen rare pickaxe. Alleen deze, de ACDC. Maar het was een battle pass skin. Dus ik vind niet dat die geld waard is of zo. Ik zou er persoonlijk geen account van kopen met voor deze pickaxe. Dat zou ik niet doen. Nou, hier heb je al mijn pickaxes. Natuurlijk zijn deze wel geld waard. En pickaxes vind ik lastig. Want ja, het kost natuurlijk geld. Maar ik weet totaal niet de prijzen van alle pickaxes. Als het zo zou zijn als alle pickaxes zo, als de skins. Dus blauw is bijvoorbeeld 1200. Maar volgens mij is dat nooit het geval geweest. Is deze bijvoorbeeld 500 en die andere weer wat meer. Dus pickaxes is gewoon super lastig uit te rekenen. Maar we kunnen het wel gaan doen op de manier van de poppetjes, zeg maar. De characters, bijvoorbeeld een paar skins, 1500 V-Bucks. Dat we ook een pickaxe 1500 V-Bucks doen. Dus we kunnen dit nog wel even gaan uitrekenen. Dus laten we dat gewoon maar doen. We zitten dus op 4570 euro. En ik ga dat even opslaan trouwens. 4570. Alright, dan gaan we dus nu de pickaxes tellen. En dat doen we gewoon dezelfde manier. Gewoon de battle pass skins flikken we eruit. En degene die wel geld hebben gekost, die tellen we mee. 1 hour later. Is 481 plus natuurlijk de 4570 die we al hadden. Dus plus 4570. Is 5051 euro tot nu toe aan skins. Dan moeten we nu de gliders nog doen. En dat wordt nog wel even een kawaii. Want natuurlijk heb ik bijvoorbeeld de Mako glider. Die ook weer rare is. En ik heb geen idee hoeveel die waard zal zijn. Dus ik tel deze glider gewoon mee als een 800 V-Bucks skin. Oké, dan gaan we gewoon weer beginnen. We gaan gewoon de legendary. Ik heb dus een paar legendaries. En die zijn 20 euro waard. Dus dat is wel super dope. Dan gaan we dan. 1, 2, 3, 4. We hebben dus 4 legendary gliders. Dus dat is 4 keer 20 natuurlijk. Dus dat is 4 keer 20. You stupid. Daarna. Dat is dus 80 euro aan gliders. Dus daar hebben we sowieso 80. Nou, dat is wel super dope. Die ga ik even opschrijven. 80. 1 hour later. 80 plus 105. 105 plus 84. 84 is 269 euro aan gliders. Plus de 5051, dus we doen even plus 5051, is 5320 euro aan skins tot nu toe. Nu zitten we natuurlijk, we moeten dit allemaal gaan uitrekenen, de camo's. Maar zelfs hier, ja, je hebt er een paar zitten die dan weer, ik weet niet alle prijzen, het verschilt zo erg met de camo's. Dus hier sla ik eigenlijk ook even over. En de dansjes jongens, oh my god, dit is te veel denk ik om uit te rekenen. Dansjes zijn best wel duur. En laten we gewoon zeggen een rond bedrag 100 euro aan dansjes. Want ik heb geen zin om allemaal uit te zoeken welke van de battle pass is, welke niet. Dus laten we gewoon een rond bedrag zijn van 100 euro. Want paarse dansjes zijn echt veel geld. Je hebt een paar van 12 euro tussen zitten. En kijk hoeveel paars ik heb. En dan heb je allemaal blauwe nog echt superveel. Dus laten we zeggen 100 euro aan dansjes. Dus doen we 5320 plus 100 natuurlijk. Is 5420 euro aan skins tot nu toe jongens. En ja, dan hebben we natuurlijk niet alles gehad. Bijvoorbeeld de glide dingetjes. Maar volgens mij zijn die allemaal gratis trouwens. Maar we hebben het soort van rond afgerond natuurlijk. Mijn winst kan je er ook nog een soort van bij opgooien. Van yo, ja, dit account heeft moken veel winst. Dat wordt ook nog eens een 100 euro erbij of zo, weet ik het. Ik weet niet hoeveel winst zijn. Ik heb mijn Fortnite tracker hier openstaan. Ik heb 1688 winst. Nog eens op mijn account. En dat is best wel veel. Dat is echt veel. Bijna 1700 zeg maar. En je ziet het ook terug hier. Duo's 420. Squads 563. Zo is natuurlijk 526. En LTM 174 winst. En daarnaast zijn we ook account level 744. Dat is super hoog. Dat is echt ziek. Dus eigenlijk komen we een soort van op 5420 euro aan skins. En natuurlijk hebben we dat niet alles heel precies uitgerekend, maar een beetje geschat, zeg maar. En de winst natuurlijk, I don't know, yo. Weet je, ik laat het gewoon aan jullie over. Dit account is in ieder geval super veel waard. En laten we zeggen dat jullie de prijs mogen bepalen in de reacties. Dus laat een super goede prijs achter wat jij mijn account waard vindt. Ik geef sowieso minimaal van dit geld qua skins. En als jullie het helemaal nog zelf willen uitzoeken van, yo, Dylan, dit is precies het bedrag qua skins. Go your gang, zou ik zeggen. Laat het onder in de reacties achter, dus hoeveel winst. Ik heb natuurlijk 688 winst. Wat is
jullie daar nog als prijs bovenop die 5420 willen gooien. En natuurlijk de levels of zo, is dat waard? I don't know. In ieder geval, dit is in ieder geval de video. Ik hoop dat jullie het een leuk concept vonden. Ik zat dus gewoon te denken van, joh, hoeveel zou mijn account eigenlijk waard kunnen zijn? Nou, we hebben het ongeveer uitgerekend. €5420 aan skins. En natuurlijk komen de winsten bij de levels. De what the fuck dan ook. En de Renegade Raider en School Trooper weet ik ook niet echt wat een goede prijs ervoor is. Maar, ik vond het gewoon een goede schatting. Hopelijk zijn jullie het ermee eens. En laat natuurlijk jouw schatting van mijn account in de reacties achter. Want ik ben best wel benieuwd naar. Misschien komen er heel veel zelfde bedragen ongeveer rond. En dan weten we eigenlijk hoeveel mijn account echt waard is. Dus dat zou super dope zijn als jullie dat doen. En jongens, ik wil ook nou trouwens even nog iets zeggen. Volg je mij nog niet op Instagram? Dit is mijn Instagram. Het zou super dope zijn als je daar ook even een kijkje op neemt. Daar laat ik altijd weten of ik een video upload, live ben. En natuurlijk persoonlijke dingen. Het zou super dope zijn. En heb je natuurlijk mijn code nog niet gebruikt in de itemshop? Het zou super dope zijn. Gamesfreel, _ YT. En stuur me een fotootje van als je die code gebruikt. Zou super ziek zijn. Thanks sowieso voor de support, jongens. Dank voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, de video te liken. Kunnen we de 2500 likes halen? Dat zal super ziek zijn. I love you all, jongens. En dit was de video. Hey, tot de volgende keer. Later, mensen.